daddy-achtige stofje heel erg leuk. Hoeveel herfst in een vaas is dit? Sweet caramel koffie. En leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op het YouTube kanaal van Action. Misschien ken je me nog wel van mijn eigen YouTube kanaal Floor Delver. En ik ga vandaag iets heel erg leuks doen. Ik ga vandaag namelijk mijn slaapkamer een kleine makeover geven. Om het nog net wat gezelliger te maken in mijn kamer. Herfst komt er natuurlijk een beetje aan. Voor mij is het nooit vroeg genoeg om mijn kamer herfstachtig te decoreren. Dus een bezoekje aan Action, dat kan zeker niet ontbreken. En dan ga ik lekker kijken naar wat herfstdeco. En wat andere tierenlatijntjes om mijn kamer gewoon nog net wat knusser te maken. Dus heb je zin in deze video en ben jij benieuwd hoe ik mijn slaapkamer een kleine makeover ga geven? Doe dan even een duimpje omhoog en dan gaan we snel toe. Snel toe? Dan gaan we snel naar de Action toe. Kussens en dekentjes zijn natuurlijk altijd goed en gezellig. Maar dit is misschien ook wel een leuk herfstig kleurtje om net mijn kamer wat gezelliger te maken. Ik vind dit ook een hele mooie bruine kleur voor de herfst. Misschien hebben ze daar ook wel een mooie deken van. Kijk, ook een matcht. Net niet, hè? Dat is wel jammer. Even verder kijken. Nou ja, lampjes maken natuurlijk je kamer altijd nog gezelliger. Van die bollampen zijn ook wel leuk. Maar ik vind die fairy lights altijd leuk. Oh, grappig. Daar kun je nog wat opzetten of zo. Maar ik ga denk ik gewoon voor deze. Die zijn echt altijd goed. Ja, de keus is reus. Wat is dit? Kaarsen voor de echte geurbeleving in je kamer maakt ook echt een heel gezellig sfeertje natuurlijk. Daar moet ik er natuurlijk wat van meenemen. Helemaal geen problemen mee. Hoe schattig zijn deze appeltjes voor 84 cent om je kamer een beetje mee op te pimpen voor in de herfst. Heb je in allemaal kleuren. Oh my god, misschien een beetje vroeg, maar oh my god, deze moet ik hebben. Hier ga ik denk ik een unboxing voor maken. Zo leuk. Zo, daar ben ik weer. Daar zit ik weer. Het was echt een hele reis. Rabobank had storing. Moest helemaal naar huis. Andere pinpas halen. Was gedoe. Maar dit was denk ik de allerleukste keer shoppen bij de Action ooit. Ze hadden zoveel leuke dingen. En er waren dus ook al wat kerstdingetjes en Halloween dingen. Ik weet het. Misschien een beetje vroeg. Maar voor mij is het nooit te vroeg. Dus echt mijn handen die jeukten. Ik kon het niet aan. Super leuk. Ik heb dus uiteindelijk twee tassen vol gehad om mijn kamer een beetje leuk te maken. Dus laten we snel beginnen met een shoplog. Vergeet je niet te abonneren op het kanaal van Action. En dan gaan we nu snel beginnen met de shoplog. Twee bruine kussentjes. Ik vond deze echt heel erg leuk. De achterkant is heel erg zacht. Je kan hem eventueel ook wel zo doen. Maar ik vond juist het teddy-achtige stofje heel erg leuk. En dan is het dus in een bruine kleur. En ik heb het dus nu mijn kamer heel wit, beige met wat roze accentjes. Dat is gewoon de lente, de zomer, een beetje de vibe waar ik dan voor ga. Maar tijdens de herfst ga ik altijd helemaal los in mijn kamer. En dan komen er overal herfstbladeren en eikeltjes en dat soort dingen. En pompoenen. Maar mijn kussentjes achter mij mogen ook wel wat van die kleuren hebben. Kussens kosten €6,95 per kussen. Oh, hier moet ik echt voorzichtig mee zijn. Deze zag ik al een paar keer bij de Action liggen. En telkens was hij alleen nog maar in die echt andere kleur. Die gouden kleur. En deze is dus wat lichter. En die wilde ik heel graag. Maar die was er dus telkens niet. En nu was hij er weer. Dus ik moest deze natuurlijk meenemen. Oh mijn god, het is een pompoen in een soort glas. Ja, het is glas. Het is niet een soort glas, het is glas. En die heeft een soort vlekjes. Er zitten lampjes in. Ik moet er wel van batterij in doen, maar er zitten lampjes in. Gezellig. Zo komt dat er dan uit te zien. Dit is toch helemaal gezellig. Die pompoen die kost €6,95. Dan heb ik deze theedoeken meegenomen. Je denkt waarschijnlijk waarom. Maar ik heb heel veel mandjes en dingetjes in mijn kamer liggen. En ik ga zo'n etagère maken met allemaal herfstdeco. En dan is dit ook nog wel knus om een beetje ertussen te vrommelen, zeg maar, te wikken. Ja, deze kleuren vond ik gewoon heel erg mooi. Uiteindelijk kun je hem natuurlijk ook wel gebruiken als theedoek. Maar ik ga het een beetje als decoratie gebruiken. Deze kostte €2,99. En dan heb je er dus twee. Oh mijn god, toen ik deze zag, helemaal verliefd. Ik heb ook in mijn kamer twee vazen staan. Maar hoe leuk om dat met de herfst een beetje af te wisselen allemaal. En toen zag ik dus deze, toen dacht ik echt, ah, hoeveel herfst in een vaas is dit? Hier ga ik allemaal pluimen in doen, herfstbladeren, helemaal leuk. Echt een perfecte vaas. Deze vaas kost €5,99. Hier ben ik heel blij mee. En om even in die vibe te blijven van die vaas, zag ik dus ook deze, dit glas. Hier kun je natuurlijk gewoon een kaars in doen of iets anders. Maar het is een beetje dezelfde kleur bruin.
En dan een beetje verspreid zo in de kamer. Dat is toch helemaal leuk. Volgens mij is deze €2,50 als ik het goed lees van mijn bonnetje. Zoals ik net al zei, ga ik een etagère maken met allemaal herfstdeco erop. En toen zag ik deze appeltjes. En deze heb ik nog nooit eerder bij de Action gezien. En ik vond het zo leuk. Want ondanks dat je blaadjes en pompoenen hebt tijdens de herfst, zijn appels ook echt een herfstitem. Deze heb je dus in allemaal verschillende kleuren. Ik heb er zelf 3 meegenomen. En ik twijfel heel erg tussen de witte en de beige. Maar ik dacht, nee, ik ga toch voor beige. Ik vind ze echt prachtig. Het zijn een beetje paramour-achtige beige appeltjes. Met een bruine, hoe noem je dat, stronk? I don't know. Echt heel erg leuk voor decoratie. En deze zijn 80 cent per stuk. Nou ja, om je kamer natuurlijk nog gezelliger te maken, heb je daar kaarsen nodig in je leven. De cinnamon kaars van Three Wick van de Action. Moet je hebben. Ruikt echt lekker. Heeft een houten lont. En een knispetie. Maar oh, herfst in een pot dit hoor. Deze kaars kost €4,99. Nou ja, met kaarsen breng je toch echt wel een beetje die gezelligheid dus in je kamer. Dus ik kon het niet laten. Deze geuren, niet normaal. Dit is mijn favoriet elk jaar weer. Cozy Cinnamon. Dit zijn gewoon van die vaccinelichtkaarsjes. En die kun je dan gewoon in potjes en dingetjes doen. Heerlijk ruikt dit. Echt heel erg lekker. Maar ik zag dus dit jaar voor het eerst, tenminste vorig jaar is het mij nooit opgevallen. Of dat jaar daarvoor ook niet. Maar deze geur. Sweet Caramel Coffee. Wil je toch opeten? Alleen al dat plaatje. Het is echt heel erg lekker deze geur. En deze kostte €1,82 per stuk. Dan voor €1,27 per stuk heb ik deze 2 pompoenen meegenomen. Ik vind dit echt helemaal leuk. Dit past ook weer bij die bruine vibe. Vooral die stronken. Dus dat komt dan helemaal terug bij de rest van de producten. Dit is 1 pompoen. Een wat langwerpige. En deze vind ik echt heel erg schattig. Die heb ik meegenomen en die heb je ook nog in andere kleurtjes. Dan weer iets van geur. Ik kon het niet laten. Dat zijn deze geurstokjes in de geur Orange Cinnamon. Dit is natuurlijk ook 1 en al herfst. En deze kost €1,99. Dan heb ik zo'n doos met theelichten meegenomen. En deze werken op batterijen. Dit vind ik soms wel handig. Nou ja, dan heb je er gewoon 20. En daar zitten ook al batterijtjes in. Dit kost €5 en dan heb je er dus 20. Dan voor 94 cent Fairy Lights. Altijd handig. Nog een kaars met de geur Apple Crumble. Echt niet normaal lekker. En deze folie kun je eraf halen. Dus dan is het gewoon een doorzichtige kaars. Ik vind het amazing. Halloween snoep. Ze hebben het al liggen bij de Action. Vampierentanden. Oogballen. Kom maar op. Met mijn Halloween feestje. Helemaal zin in. Zo, dat was een heleboel. Ik vind het helemaal gezellig hoe het hier nu allemaal zo op de grond ligt. En ik ga nu mijn kamer snel decoreren. Oh, ik zweet me kapot, maar ik vind het zo gezellig geworden. Kijk nou. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet je dus niet te abonneren op het YouTube kanaal van de Action. Ik ben echt ontzettend blij met alle spullen. Het is gewoon helemaal, oprecht helemaal gezellig. Dit is toch helemaal gezellig? Vond je deze video nou leuk? Doe even een duimpje omhoog. Laat zeker weten in de comments wat jouw favoriete item is van deze makeover. Bedankt voor het kijken en wellicht tot de volgende video. Doei doei!